Goedemorgen, welkom bij mijn channel Fasi You. Mijn naam is Barbara de Boer. Ik kijk een beetje slaperig, dat klopt. Het is ook nu 8 uur 's ochtends in Suriname. Ik ben net van meneer Moena gekomen. Dat is een kruidenmeneer die ik al nu 2 jaartjes heb ik contact met hem. Ik heb een kruidendrankje die ik ook neem. Alleen na mijn laatste incident, laat me het zo zeggen, van april, sinds mijn operatie. En sinds ik van medicatie ben veranderd, heb ik dat niet meer genomen. En ik ben eerst met hem gaan praten. En ja, op zich het zijn kruidendrankjes. Ik geloof altijd dat de alternatieve wereld en de medische wereld moeten elkaar aanvullen. Ik kan het niet met mijn vingers doen, maar de vingers moeten door elkaar. Het moet niet dwars op elkaar staan. Dat is iets waar ik in geloof. En je moet er ook in geloven. Vorig jaar, november, toen mijn vader was overleden, ben ik hier geweest. En toen zei mijn gevoel ook van, oké, met de guide van mijn vader, hij was op mijn rechterschouder, wist ik van, oké, hij beschermt mij. Ik ben ook spiritueel aangelegd en daar geloof ik in. Ik ga nu naar Choi. Dat is een supermarkt hier. En ik neem jullie daar even in mee, want ik ga... Hij maakt de kruidendrank. Wat erin zit zijn bepaalde boom. Ik heb gezien dat het boomstammen zijn. Wat het is, weet ik niet. Het enige wat ik weet is... dat hij de extract maakt op het oude jenever. Je hoeft hem niet te betalen, maar je moet wel. Je hebt wel een oude jenever moeten kopen, want het is op alcoholbasis. En een klein rumflesje, die ga ik dan ook kopen. En daar maakt hij een bepaald drankje van. En daar moet ik nu moet het halveren naast mijn medicatie. Ik zit nu in mijn rustweek van de Pauwboosie clip. Dus dat we zeggen, mijn witte bloedlichaampjes kunnen nu ook weer worden aangemaakt. Ik krijg genoeg vitamine D, gelukkig. Ik moet eerlijk toegeven met mijn medicatie en mijn voeding. Hier is het toch een beetje, ja, ik eet wel heel veel groenten, dat wel. Maar ik ben, ik eet ook lekkere dingen. Ik ben ook weer begonnen, vanaf maandag ben ik... Nee, maandag was het dinsdag. Dinsdag ben ik begonnen met sporten. En dat was ook weer gezellig. Oké, ik ben heel vroeg. Dus we gaan even wachten. Ik ben nu bij Choi Supermarkt. Ze zijn nog dicht. En gaan om 8 uur open. Dus ik wacht even. Dus ik neem jullie zo mee. En dan laat ik jullie zien wat ik precies moet kopen. Oké, tot straks. Oh ja, en het is vandaag 30 december. En als je op straat gaat, iedereen moet een mondkapje op. Er zijn strengere maatregelen zijn er gekomen. En de avondklok is van 11 uur weer naar 9 uur gegaan. Dus we hebben nu een avondklok van 9 tot 5 uur. Want er wordt te veel gefeest. En er is een kleine uitbraak en er is een uitbraak aan corona gevallen. Is verdubbeld door al deze feestjes. Dus dan weten jullie dat ook weer. De update vanuit Suriname. Ik ga maar even temperaturen. Dat moet hier. 36. Ontsmetten. Dat moet ik ook doen. En dan pak ik een mandje. En dan ga ik gelijk door naar de drankenafdeling. Wat je nu hoort is de radio, want die staat natuurlijk keihard. En dan laat ik jullie even zien wat ik moet halen. En dan, dan hoor je dit zo. Zo, deze fles. Was vorig jaar 90 SRD en nu is het 225 SRD. Deze fles moet ik hebben. Oh my god, het is gewoon verdubbeld. En hier heb je de rum. Die pak ik nu.
En ik neem even deze. Deze wat de goedkoop, is wat goedkoper. Want het is ook weer een prijsje van hier tot hier. Dus dat weten jullie dat ook. Zo, daar ben ik weer. Het was een beetje rumoerig in die winkel, want er wordt natuurlijk radio gedraaid in die supermarkt. En ik heb mijn stick niet bij me, dus ik jullie schudden met me mee. Ik heb hier de drank. En dat ga ik even rondbrengen. Dan loop ik weer hier omheen. En dan ga ik richting het huis van mijn vriendin. Ik ga er zo even bellen om te kijken of ik het nog kan treffen, want voordat ze naar de werk gaat. Ik ben alleen dat cadeautje vergeten mee te nemen. Ay, boy, ja. Mijn hoofd. Maar goed. Ik heb het hier gezellig druk in Suriname. Ik heb een sociaal leven. En ja, het komt ook wel eens voor dat ik wat vergeet. Maar goed, voor alles is een oplossing. Dat is ook waar ik van leer. En wat ik ook moet leren is af en toe gaan dingen anders dan je plant. En dan moet je even daarin flexibel zijn. Dus dat is ook iets, een goed leermoment. Dus zo, ik ga dit even brengen. Dat film ik niet, want recht op privacy. Doei doei! Ja, als het regent is het hier echt helemaal onder water, dat weet ik nog. Gaat het? Moet ik het nog meer doen? Of weet u wat? Gaat u rechtdoor, dan gaan we daar van dat dingetje af. Dat is makkelijker, toch? Kijk, daar kunt u beter door. Ja. Nee, nog niet. Daar, bij dat witte. Niet hier, daar. Dat is makkelijker. Want hier gaat u een... Oké, dat is ook prima. Ja. Ja, perfect. Dan gaan we wel aan de overkant lopen, want daar zien we de auto's aankomen. Ja, geweldig. Nou, dan gaan we even een wandelingetje maken, hè. Ik sluit de poorten wel. Wilt u hier zitten? Ja. Lekker windje, hè?
Weet u nog, de vorige keer toen we hier zaten, opeens toen kwam er een donkere wolk en toen begon het te regenen. Ja. Zal ik wat drinken voor u zetten, oom? Wat water? Ja, ik ga wat water zetten, want u moet wel goed drinken, ja. Want ik ga ook water drinken. Gaan we samen water drinken. Ik heb ook sap in de ijskast. Nee, ik wil geen sap. Ik wil water. Water is goed. Hey, het is de volgende dag. Ik ga de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie van dit filmpje ook weer wat hebben geleerd. Je hebt gezien hoe ik naar een kruidenman ben gegaan. En ik ben ook op bezoek geweest bij een oom van mij. Die ook een stukje positiviteit die ik van de mensen ontvang ook aan hem geeft. Ik ben met hem gaan wandelen. Dat is wat jullie hebben gezien. En hij heeft ook een hele positieve mindset. Dat hij een wilskracht heeft. En nou ja, ook hij moet dingen incasseren. Want hij is ook al 87. En hij vond het leuk om in mijn vlog te zijn. Dus shoutout vandaag gaat naar oom Henk. Love you. En ik kom gauw weer bij je terug. En dan gaan we nog een wandeling maken. En ik zou zeggen tegen iedereen. Like, comment en subscribe. Want mijn volgende vlog gaat over Oruyari. Want ik ben al in de stemming. Maar ik sluit eerst deze vlog af. Dus ik zou zeggen, sosolobby. Doei doei.